tegenover Petra Hielkema. Welkom Petra. Petra is directeur betalingsverkeer en infrastructuur bij de Nederlandse Bank. En vorige week zat zij namens de DNB in de Kamer voor een rondetafelgesprek. Tijdens dit gesprek zei u dat u expliciet sprak over crypto's en niet over cryptomunten of cryptovaluta. Waarom is dat? Dankjewel dat ik hier ben vandaag om te beginnen. Het klopt, wij spreken over crypto's, wij plakken daar geen woorden achter als valuta of munt. Wil je iets echt een munt of een valuta noemen, volwaardig betaalmiddel, dan moet je ermee kunnen sparen, mee kunnen rekenen en mee kunnen betalen. En dat gaat op dit moment niet op voor crypto's. Men heeft al eens gezegd tegen mij, hoe kan dat nou? Want ik heb toch een keer iets goed gekregen en ik betaalde met bitcoins. En mijn antwoord is dan, kijk, als je ergens bij een supermarkt bent of bij een pizza, want daar is het ooit begonnen, bij de pizza. Als je daar bent en ze drukken de prijs niet uit in euro's, maar ze zeggen deze pizza kost 0,00001 bitcoin, maar u mag ook, wij accepteren ook euro's. Ik denk dat we dan in een nieuw veld zijn, maar daar zijn we nog lang niet. Er staat nu gewoon, de pizza kost €4,99 bijvoorbeeld. En wij accepteren ook bitcoins. En dat is toch iets anders dan hoe we met de euro omgaan. En u geeft dan aan dat dus bitcoins eigenlijk geen betaalmiddel is, maar u kijkt wel naar de technologie. En waarom doet u dat? Het is een interessante ontwikkeling in de markt. Het gebeurt op dit moment. En het is niet iets waar je even naar kijkt en er dan iets van vindt. Daarvoor is het toch gewoon te technisch. Dat zeggen we ook als we waarschuwen. Begrijp wat u doet. En dat leven we dus ook zelf door het prototype te ontwikkelen. En echt te kijken hoe functioneert nou een blockchain. Dus dat is één, begrijpen. Maar daarnaast is het ook kijken, wat kunnen wij ermee. Daar zien we echt weinig toepassing op dit moment. Maar neem niet weg dat wij denken dat die onderliggende technologie wel degelijk interessant is. En ja, wil je het begrijpen, bij dit soort technieken, dan moet je het ook doen. Betekent dat dan dat de DNB eigenlijk een eigen token aan het maken is en daarmee test? De Nederlandse Bank heeft inmiddels 4 prototypen ontwikkeld. En de eerste 2 waren inderdaad een token die we hebben ontwikkeld op de blockchain software van Bitcoin. Het is open source, dus dat was makkelijk. En de tweede die we toen maakten, de tweede prototype, daar hebben we het centraal minen achterwege geprobeerd te laten en om zo een stap te maken. Inmiddels gaan de testen meer richting de marktinfrastructuur en daar een toepassing. En zijn we weggegaan van een token om de simpele reden dat we daar nog te veel noodzaak zien om verder te innoveren voordat we daar echt functies zien voor het betalingsverkeer. En u zegt te weinig noodzaak. Ja. U gaf dus aan dat u Bitcoin niet als een bedreiging ziet en andere cryptovaluta ook nog niet. Zou er in de toekomst mogelijkheid zijn dat dit wel een bedreiging zou kunnen vormen? En wat bedoel je met bedreiging? Een eventuele bedreiging voor het betalingsverkeer of de financiële instabiliteit van het monetaire systeem? Op dit moment, ik heb inderdaad in de ronde tafel gezegd dat wij op dit moment, gegeven de omvang van de cryptomarkt, geen zorgen hebben over onze financiële stabiliteit. Dat zie je ook, toen de waarde van de bitcoin en andere cryptomunten enorm naar beneden gingen, zag je geen impact op onze economie of op onze beurs. Ja. Dus die zien we niet op dit moment. En ik denk dat we daar inderdaad ook nog lang niet zijn. Dus in dat opzicht heb ik geen zorgen. Mm-hmm. Tegelijkertijd hebben we wel zorgen. En dat is dat op het moment dat die munt enorm omhoog ging, veel mensen zijn ingestapt waarvan, ja, ik weet niet, konden ze dat geld missen? Snapten ze wat ze deden? Dus daar zit de zorg. En ik denk ook dat veel mensen geld zijn kwijtgeraakt toen de munt weer naar beneden ging. En dan hoop je van harte dat dat geen geld is wat ze eigenlijk nodig hadden of wat ze geleend hadden. Dus er zit wel degelijk een zorg richting de consument en daarom waarschuwen we ook. En zou u in de toekomst wel mogelijkheid zien dat eventueel bitcoin of andere cryptomunten wel impact zouden hebben mocht de koers naar beneden gaan op ons huidige systeem? Op dit moment niet. En waarom niet? Er is nog heel veel innovatie nodig. Wil je echt kunnen betalen op basis van cryptografie? Ja. Dat nou de bitcoin is of een andere munt. Want je weet niet welke. Er zijn er meer dan 1300. Volgens mij zelfs 1400 inmiddels. Je weet natuurlijk niet. Misschien is daar ooit wel een munt die zover is dat die breder wordt gebruikt om wel echt mee te betalen. Dat weten we niet. Maar daar zijn we echt nog lang niet. En dat zit hem in hoeveel energie is er nodig.
hoe snel is een transactie, hoeveel transacties kunnen we per keer afhandelen. Als je ziet wat voor volumes je moet aankunnen in het betalingsverkeer, dan moet deze technologie nog ver doorontwikkelen. En zoals ik ook al op het podium zei, ik verwacht een brede toepassing van blockchain, van distributed ledger, eerder in een ander veld dan in ons betalingsverkeer, gegeven al die uitdaging nog. En zou u daar zelf een rol, voor uzelf een rol in zien om daaraan bij te dragen, om eventueel die technologie net een stapje verder te kunnen brengen? De Nederlandse Bank heeft daar geen rol om nieuwe technologieën verder te brengen. Dat is de markt. We hebben wel een rol in het snappen wat er in het betalingsverkeer gebeurt en ook in de markt. En dat doen we dus bijvoorbeeld door te experimenteren. Maar ik denk de mensen hier, als zij verder doorgaan met hun innovaties en hun verbeteringen, ik denk dat dat dan ook belegd is bij de mensen die er meer verstand van hebben. Ja, je ziet natuurlijk nu ook al dat banken zelf ook experimenteren met betaalde cryptomunten. Dus ja, klopt. Ik denk dat ook dat het vanuit die hoek misschien meer moet komen. Dat kan, ook dat is de markt. En voor mij is de markt voor de Nederlandse banken, is de markt de banken, maar ook de nieuwe partijen die zich dan kunnen melden bij onze innovatiehub. En daar kunnen uitleggen wat ze doen. En dan kunnen wij ook kijken van is dit iets wat onder toezicht valt of niet. En dan ook kunnen uitleggen waar je dan aan moet voldoen. Oké, okay. Duidelijk. Hartstikke bedankt, Petra. Goed. Dag, dankjewel. Dankjewel.